stand-up comedian Pief Huffluff, samen met Marga. Je weet wel, een van de drie meisjes van de wellicht populairste Nederlandse meidengroep van de jaren 70 en 80. Pief gaat met het publiek door zijn platencollectie van die tijd in zijn nieuwe show, De Vinylvreter. En dus ging Pief op zoek naar Luf. Ik heb mijn stoute schoenen aangetrokken. Ik heb een mailtje gestuurd en ik kreeg daar een enthousiaste reactie op. Dan hebben we eens afgesproken met elkaar in Antwerpen. En ik heb uit de doeken gedaan wat dat mijn plan was en hoe ik haar daar zag in fungeren. Nou ja, ik denk, ik ga erop af, want het is iets wat ik nog nooit gedaan heb. En dat vind ik altijd wel de moeite waard om het eventjes te bekijken. En toen hij dat zo zat te vertellen, ja, toen dacht ik, oh, dat vind ik heel leuk. Dat vind ik heel leuk, ja. Pief Huffluff komt snel op dreef met een fijnzinnige, maar vooral humoristische ontleding van zijn muzikale smaak. Voorstel op die 24, ook zeer indrukwekkend. Met een paar uitschieters. En hier Fausto Papetti, nummer 20, ook een hele toffe plaat. Luf is een jeugdherinnering, bewaard in de albums van toen. Maar is Luf vandaag een beetje vergane glorie of niet? Mijn vriendin is een stuk jonger dan ik en die kende de naam niet. Maar als je dan de liedjes laat horen, dan weer wel. Het was een geweldige periode en uiteindelijk hebben we die periode verlengd tot 44 jaar. We zijn eigenlijk nooit echt opgehouden, soms zaten er een paar jaar tussen. Maar ik vind het heel erg leuk om dit nu eens mee te maken. Zonder onderbreking neemt Pief Huffluff het publiek op sleeptouw met stukjes muziek en anekdotes. Want muziekliefhebbers willen dan ook dat hun plan gesigneerd zijn. Dus daarom dat ik zo blij ben met die bal, zat een handtekening op. En kijk hier, ik heb een plaat van David Bowie gesigneerd door mijn vader. Is dat zot? Hij heeft dus 2 uur show gegeven, maar het is echt voorbijgevlogen. Dus ik vond het heel fijn. Variatie, liedjes, mopjes, anekdotes. Veel muziekkennis, wat ik ook wel heel tof vind.